starten is vaak de opstap naar het grotere werk. Alleen toptalenten slagen hierin. Lorenzo Stolk uit Vlissingen is zo'n toptalent en wereldkampioen indoorkarten 2015 en 2016. Voor de wedstrijd wordt de kaart tot het uiterste getest. Overleg tussen rijder en monteur moet dan zorgen dat de kaart optimaal afgesteld wordt. Cards voor buiten zien er toch anders uit dan indoor cards. Maar waar zit nu het verschil, Lorenzo? Het materiaalverschil zal er altijd zijn. Het ligt natuurlijk aan hoe groot het materiaalverschil is. Als het een halve seconde zou zijn, zal het als rijder natuurlijk erop aankomen om zelf het verschil te kunnen maken. Maar als het bijvoorbeeld als het einde van het WK bijvoorbeeld anderhalve seconde in de kart zit, dan is het best lastig om dan het verschil te maken. Lorenzo rijdt al jarenlang mee in de top van het kaartcircus. Leer je überhaupt nog wel wat bij in deze sport? Ja, sowieso. Je moet zelf altijd doorgaan. Zelf meer ervaring opbouwen. Je tegenstand staat natuurlijk ook niet stil. Dus vooral vind ik dat ik zelf meer aan moet geven aan outdoor. Indoor zit ik al op een heel hoog niveau. Het is meer de ervaring die je doet per circuit, per kart en hoe het circuit ligt. En dat dan vergelijken met mijn tegenstanders. Vaak zie je dat er in snelheidssporten ongelukken gebeuren. Hoe ligt dit nu in de kartsport? En ben je niet bang dat jou iets overkomt? Ja, indoor zal dat wel minder zijn. De snelheid ligt ook 10 keer lager. Het ligt aan op het circuit, hoe breed het is, hoe licht de kart zijn. Indoor is natuurlijk wel een stuk zwaarder, snelheid minder. Minder gevaar op dat een kart over de kop vliegt. Outdoor zal dat heel anders zijn. Outdoor heb ik al een paar keer meegemaakt, een crash en een keer over de kop gevlogen. Ja, het materiaal is dan gewoon kapot. En het is natuurlijk, de snelheid ligt heel hoog, dus de klappen zullen harder vallen. Veel sporters zijn voor een wedstrijd vaak gespannen. Ook hebben ze bepaalde gewoontes of rituelen. Hoe zit dat bij jou? Ja, angst heb je zelf niet echt, tenminste ik niet. Spanning zal altijd zijn, goede spanning noem ik dat. Zelf ben ik niet zenuwachtig, altijd goed geconcentreerd, goed voorbereid en goed gefocust op je race. Ik ga altijd sowieso eerst naar het toilet. En mijn onderbroek moet altijd goed zitten, want buitenkarten zit het vooral dat je goed in je stoel moet zitten. En voor mijn gevoel zit dat altijd een stuk beter. Karten op de buitenbaan gaat veel sneller dan op de indoorbaan.
Op de buitenbaan worden er snelheden gehaald van wel meer dan 120 km per uur. Hoe komt dat? Indoor en outdoor is natuurlijk een groot verschil. Alleen de rijstijlen en de ervaring die je opdoet zijn ook heel verschillend. Outdoor is ook, je leert meer met de karts omgaan. Je kan het kart zelf afstellen. Met indoor leer je meer wat je gaat doen met de kart als er een verschil is. Bijvoorbeeld onderstuur, overstuur, hoe ga je erop reageren, de grip, hoe het circuit ligt. Als er mensen zijn die ook willen gaan karten, wat voor mogelijkheden zijn er dan? Als je weinig ervaring met karten hebt, dan zou ik allereerst natuurlijk gewoon kijken of je het leuk vindt. Dat is bijvoorbeeld op een innerkartbaan als in Middelburg. Daar kan je heel veel leren. En op een gegeven moment, als je denkt van hey, dit spellen vind ik toch heel leuk, kan je natuurlijk lessen nemen. Als je nog jong bent, kan je naar de kidsclub. Ben je wat ouder, kan je lessen aanvragen. En zo kan je tot een heel hoog niveau uitkomen en steeds meer ervaring opdoen. Hey. Ja, onderbroek moet altijd goed zitten, want buiten karten zit het vooral dat je